Goedemorgen, mijn naam is Rob Veeman en ik ga samen met Talita en met Kelly op pad op Hoortecontact 2018. Op zoek naar de mooie verhalen achter de bedrijven die hier staan. Goedemorgen. Goedemorgen. Van de Rabobank. Ja, klopt. Wat leuk dat ik ook een kijkje mag nemen in jullie stand. Ja. De slogan van Rabobank is Growing a Better World Together. Volgens mij, als ik een beetje omheen kijk, hebben jullie hier allerlei nieuwe innovaties van klanten meegenomen. Ja. Ja, dat heb je goed. Ik kan er ook wat over vertellen als je dat leuk vindt. Heel leuk. We hebben hier Dendrobium Nobile in hele speciale vormen. Dat is van een klant van onze collega's in het Westland. Ja. Mooie innovatie willen we ook als voorbeeld voor andere klanten meegeven. Wat is de innovatie precies? Vooral de vormen waarin ze geteeld zijn. Je ziet hier de bolvorm. Dat vraagt echt nog wat extra kwekerskwaliteiten. Een ander leuk voorbeeld zien we hier op tafel staan. Je ziet hier de Calangue. Nou, die is niet zo heel bijzonder, maar het potje waar die in zit is wel heel bijzonder. Past binnen de circulaire economie. Je kan de plant met potje nou weggooien als die uitgebloeid is. Kijk, een duurzame oplossing. Ja, die kan bij het groenafval. Dan stimuleren we ook als Rabobank dat ondernemers meer circulair gaan ondernemen. Beginnen we ook binnenkort een challenge mee om ze daarin te helpen. En een ander leuk voorbeeld, dat zien jullie hier. Van Longbloom hebben we vanuit onze innovatiefonds ook een aanmoedigingsbedrag aan toegekend. Deze rozen die blijven eeuwig goed. Het zijn dus geen plastic rozen, het zijn normale rozen, alleen die zijn zo behandeld dat ze eeuwig goed blijven. Wacht even, het zijn echte rozen die eeuwig goed blijven? Ja, precies. Daar komt het op neer. Een mooi woord, gepreconserveerd. Ja. Stel bijvoorbeeld, je hebt een huwelijksboeket, je bent getrouwd en je denkt, nou, ik zou dat boeket, een bijzondere dag geweest, wil ik 25 jaar goed houden. Nou, als je ze behandeld hebt, dan blijven ze ook eeuwig goed. Als ik jou nu vraag om een wens te mogen doen namens de Rabobank voor de tuinbouwsector in de toekomst, wat zou die wens dan zijn? Dat we eigenlijk doorgaan op de manier zoals we het nu doen. We zijn echt als Nederland koploper en ik hoop ook dat we dat blijven. En dat blijven we ook door onze deuren open te zetten. Dus niet alleen met je eigen portefeuille bezig te zijn, maar kijken wat je om je heen gebeurt en daar ook gebruik van maken.